Hallo iedereen, welkom terug bij Average Snel. Mijn naam is Lars. En mijn naam is Nick. En dit is een hele speciale aflevering van de B2B-serie. Het is namelijk de laatste aflevering van de B2B-serie. Hebben we besloten. Ja, dus als je dit de eerste aflevering is die je kijkt... Er zijn nog meer dan 90 afleveringen die je niet gekeken hebt dan. Dus dan kan je gewoon bij aflevering 1 beginnen. En dan tot hier, want hierin gaan we niet echt heel veel nuttigs doen. We gaan gewoon een beetje... kloten, denk ik, en ik. Ja, dit is afscheid gewoon... nemen. Afscheid nemen. Ja. Afscheid nemen bestaat niet. Want dit betekent het einde voor nu. Maar dit is misschien niet het einde voor altijd. Nee, gewoon eigenlijk een beetje voor dit seizoen. Achtig, ja, maar het is... Lars heeft een potato portal gun. So shit. Ja. En ik heb hier ook een... dit. Wow! Hoho! Oh, voor mensen die de portal even van boven... De krater van boven willen zien. Dit was met ons nuke-huisje is dit gebeurd. Het is gewoon een hele soort van battle arena geworden. Waarom kan ik niet meer schieten? Ik veermuis en ga erop af. Ik kan niet meer schieten met mijn... Weet je? Met mijn railgun. Ik kan wel dit ding schieten zo. Wow! Oh, jij hebt vleermuis, hè? Ja. Al die vleermuizen gaan erop af. Doet het wel enige damage of zo? Zie jij damage op hem komen? Deze vindt hij niet leuk. Het ziet er best heel grappig uit hier vanaf hier. Maar ik vraag me af waarom... Oh, hij doet het weer. Soms. Is er een bepaalde manier hoe we dit ding kunnen verslaan? Waarom doet hij het niet, Nick? Mijn schieting. Ik weet het niet. Hier, ik ga dat ding weer zoeken, oké? Hoe heette dat? Dat overpowered ding. Deze was het. Die van... Ja. Oké, ik ga hem aanvallen, oké, Nick? Ja. Ik heb... Oh! Oeh, dat neemt goede damage. Deze? Ik doe mijn vleermuizen. Bij. Ik ben hem aan het slaan, Nick, met dit ding. Waarom doet mijn schieting het niet? Oh jawel, die doet het nu wel. Hij doet het soms, Nick, mijn schieting. En soms... Wow. Oh, misschien... Oh, mijn elektriciteit is op, vandaar. Ik maak het even slash. Bommen! Zo. Ik moet namelijk even mijn ding weer even opladen, Nick. Dus ik ben even rond aan het rennen, want daardoor laat mijn ding op. Dit doet ook best goede damage. Hoe versla je zo'n monster? We hebben hem toch al bijna verslagen. Ja, maar hij krijgt steeds weer soms levens erbij. Ja, maar als ik even gewoon genoeg elektriciteit heb, dan heb ik hem zo dood, Nick. Want kijk maar eens, ik ga even op hem schieten, hè? Moet je opletten. Hè? Hoeveel damage deed dat? Of heb ik alles gemist? Ik heb alles gemist, geloof ik. Wow, wat heb jij gedaan? Ik heb een soort van... Consume magic... snowballs in inventory. Make snowballs a bit colder. Snowballs, attack! Heb je hier nog een zwaard? Waar is dat bijzondere zwaard, denk ik? Er was toch ook dat hele grote zwaard? Ik ga dynamiet hem omgooien, Nick. Ik ben snowballs. Ik ben dynamiet aan het gooien, Nick. is hij bij jou ook vreemd? Ja. Maar ik bedoel in de grond. Oké. Okay. Nick, moet je zien, ik ga allemaal dynamiet hem gooien. Wow, alleen zijn hoofden. Ja, vreemd, hè? Waar is dat super awesome zwaard? Al die vleermuizen gaan om hem heen. Hij is best sterk. Ja. Maar ja, niet heel sterk, want ik heb nog geen damage van hem gekregen, geloof ik. Ze heeft gewoon veel leven.
Oké, ik sta in de brand. Nick. Ja? Moet je zien wat ik heb. Een sentry turret. Wat? Haha. Oh, nice. Kijk dit dan. Holy shit. Zie je wat ik aan het doen ben, Nick? Een hele cirkel om me heen. Kijk, ze levend. Auw, schiet op, ook op mij. Al die vleermuizen. Mijn sentry turret doen het best goed, hè? Hij is dood, Nick. Wat krijg je van hem? Ik heb Fiery Blood gekregen en een Hydra Trophy. Zullen we er nog een paar spannen? Nee, ik heb een idee, oké? Grijp je die lasers jou niet? Nee. Let op, hè? Hij is still there. Oké. Even kijken hoor. Wow! Het is er. Ik ben dood gegaan. Hallo. Maar ik zei toch dat ik overpowered, dus moet je zien. Hij valt me de hele tijd aan en ik leef ook nog gewoon. Mijn armor is gewoon te sterk, namelijk. Nick, moet je die sentry turret zo omheen zien? Oh, ze schieten nu ook op mij. Of heb jij die aangezet? Nee, dat deed ze net ook bij mij. Zie je al die lasers, Nick? Ja. Auw. Oh, shit. Oh, ik vind het zo vet hoe dat eruit ziet met die lasers op hem, Nick. Vind jij niet vet eruit ziet? Ja, kijk dat dan. Eens even kijken. Zo, Nick, moet je eens vanaf hier kijken hoe het eruit ziet. Waar? Moet je... Hier, wacht, blijf daar staan, hè. Ga door de portal. Oh. Hallo. Je vleermuizen vallen me aan. Ik was aan het schieten. Hoe vind je dat het eruit ziet? Wow. Die turret er zo mee. We hoeven niks te doen en de Hydra gaat dood. Nick. Ja. Je vleermuizen vallen me aan. Zal ik kijken of ik de Hydra kan tp'en? Nee. Kan ik wel de turrets? Kijk, waar ben jij? Oh, hier nog. Kijk, we hoeven niks te doen. Goed, hè? Al die lasers. Oké, ik finish hem. Maar wat we dus eigenlijk in deze aflevering willen zetten is dat jullie bedanken... Voor de mensen die gewoon echt elke aflevering hebben gekeken, op leuk hebben geklikt en een reactie hebben achtergelaten. Ja, het was een leuk seizoen, vond ik. Was echt super van jullie. En als je nog niet de rest van het seizoen hebt gezien, doe dat dan vooral. Kijk gewoon vanaf het begin, het wordt, ja, ik weet niet. En daar zijn ze ervoor, hè? Ze staan nu toch op ons op YouTube. Bijna dood! Boom! Ik heb de killshot gedaan, Nick. Hoi. Zal ik door het midden gaan? Oh, shit! Kut, Lars. Oké, ik ga er gewoon voor. Ik ga er gewoon doorheen rennen. Auw! Maar niet getreurd, er komen nog veel andere dingen aan. We gaan meer... Adventure maps en zo doen. En er komt nog een speciale vervangende serie voor Feed the Beast. Ja. Dus dat wordt ook weer gewoon een langlopende serie. En dan hopen we mee betere kwaliteit te leveren gewoon. Mm-hmm. Dus dat is iets om naar uit te kijken.
Dus dan wil ik jullie voor nu bedanken voor het kijken. En heel graag tot in een tot andere serie. Ik heb nog geen doei gezegd, Nick. Oh. Doei!